Wat is politiek links en wat is politiek rechts nog in deze tijd? We leven in een verwarrende en paradoxale tijd. We horen ook in alternatieve kring geregeld onzinnige uitspraken over links en rechts. Er bestaat een rijke, polemische geschiedenis waarin progressieve en conservatieve wereldbeelden tegenover elkaar worden geïnterpreteerd. Kees van der Peil en ik gaan die geschiedenis in 3 programma's voor u uitleggen. Vorige keer behandelden we deel 1, 1789-1917, Franse revolutie, liberalisme tot de Russische revolutie. En in dit programma, deel 2, 1917-1991, behandelen we de Russische revolutie via de westerse sociaaldemocratie tot de val van de Sovjet-Unie. En dan de volgende keer, deel 3, 1991-2024, hoe links en rechts in de recente geschiedenis te begrijpen. Kees van der Peil was hoogleraar politieke relaties, heeft een neo-marxistische wetenschappelijke achtergrond. Mijn wetenschappelijke achtergrond is zeer bescheiden. Ik studeerde rechten en filosofie en ontwikkelde een soort anarcho-liberaal pacifistisch wereldbeeld. En vanuit die progressieve tradities interpreteren we de geschiedenis en gaan we in dialoog. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gieterlink in gezelschap van Kees van der Peil. Hartelijk welkom, ja. Kees, wederom. Dankjewel, Ab. Ja, we gaan eerst nog even praten over waarom doen wij dit programma. Ja, oh ja, vorige keer al gezegd dat heel vaak zeer merkwaardige uitspraken worden gedaan over wat we als links en rechts etiketteren. En wij ontkennen natuurlijk niet dat daar enorme problemen mee zijn ontstaan in de recente periode. Maar bijvoorbeeld als je nu de strijd van onze boeren ziet, dan heb ik al meerdere keren gehoord dat de boeren zich verzetten tegen een linkse politiek. Mm-hmm. En dat is de linkse politiek van onteigening. Ja, van onteigening. Terwijl als je kijkt naar de geschiedenis van het kapitalisme, en het kapitaal is toch echt een conservatieve kracht, zij het ook een moderniserende kracht, maar daar komen we nog wel op. Begrijp je dat het onteigenen van de boeren op dit moment, dat is niet een soort communistische, een soort stalinistische politiek van collectivisering van de landbouw. Nee. Maar het is iets wat eigenlijk vanaf het begin van het kapitalisme heeft gefunctioneerd. Namelijk, je kan arbeiders in de fabriek uitbuiten door hun loon te betalen nagelang wat nodig is om hen in leven te houden. Maar alles wat ze maken vervolgens in je zak te steken, hè, dat is de beroemde meerwaarde. Maar voor het zover is, moeten er eerst arbeiders zijn. En die krijg je, zoals we vorige keer hebben gezien, door pachters van de landgoederen af te jagen, waar ze ook een zeker recht hadden, een zeker bestaansrecht hadden. En nu hebben ze helemaal niks meer en dan moeten ze er wel noodgedwongen de fabriek in. Maar dat onteigenen, daar begint eigenlijk het hele proces mee. Ik noemde al bij Marx het privatiseren van de bossen, waardoor de boeren geen sprokkelhout meer mochten zoeken. En als wij vandaag de dag zien dat de boeren onteigend worden, dan is dat niet om moderne collectieve boerenbedrijven te maken. Want moderner dan onze boeren kan het eigenlijk al bijna niet. Mm-hmm. Maar dan is dat gewoon omdat men zegt dat land, zo'n boer erop en die koeien erop, weg ermee. Dat eten maken we wel in de fabriek. Lekkere mix van insecten en kunstmatige karnemelk. Ja. En de rest kan vertrekken. Ja. Dus, en om te snappen waarom dat dus rechtse politiek is en waarom er ook vormen van landbouwpolitiek zijn met een hele andere traditie die oppervlakkig gezien daar wel op lijken, want het is natuurlijk nooit helemaal verzonnen. Het is vaak waarheid und Dichtung. Dus men zoekt verbanden, omdat men de klok heeft horen luiden, denkt men, oh, dat zal wel communistisch zijn. Ja. Maar er is niks communistisch meer, want er is geen communisme meer. Nee. Goed, we gaan beginnen in dit programma met de Russische revolutie. Die Russische revolutie vond plaats in 1917. En belangrijk is te zeggen dat dat plaatsvond in de context van die gigantische Eerste Wereldoorlog. Ja. Waarschijnlijk was het ook helemaal niet gelukt
zonder die Eerste Wereldoorlog. Ja. De Russische revolutionairen die onder de tsaristische tijd waren gevlucht, zaten in Zwitserland. Ja. Lenin, Stalin, Trotsky, dat zijn over schelnamen tegen de tsaristische geheime politie, kwamen in 1917 aan in Sint-Petersburg. Dat was toen de hoofdstad van Rusland. En daar vond eerst de februari-revolutie plaats, ja, die een veel breder kader had, die ook wel gezien wordt als de burgerlijke revolutie. Ja. Daar kwam toen een voorlopige regering onder Kerensky. En het probleem is, die stopte de oorlog niet. En het feit, denk ik, dat ze de oorlog niet stopte en de doden, hoeveelheid doden in de loop gaven aan de oorlog, doorgingen, er enorme hongersnood ontstond, gaf eigenlijk ook de basis voor het feit dat de arbeiders en boeren in die tijd in Petersburg, maar later in het hele oude Russische Rijk, eigenlijk in opstand kwamen en tenslotte de Russische revolutie tot stand brengen en tenslotte ook de Sovjet-Unie in 1921 stichten. Ja. Jouw reflectie. Nou, zoals altijd moet je dus terug om te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Kijk, een revolutie is dat de maatschappij instort omdat bijna altijd mensen een bepaalde belasting niet willen betalen, in combinatie met een geweldige crisis van het staatsapparaat. En een van de meest treffende voorbeelden van zo'n crisis is een verloren oorlog. Het Tsarenrijk had natuurlijk die oorlog, de Eerste Wereldoorlog, al verloren in de eerste maanden van het uitbreken ervan, in de slag bij Tannenberg. 1914. Ja, en we zitten nu eigenlijk weer in een revolutionaire situatie, namelijk de belastingen gaan stelselmatig omhoog. En het Westen verliest twee oorlogen, namelijk ze verliezen de oorlog in het Midden-Oosten, die door Israël met onze steun wordt gevoerd. En we verliezen de oorlog in Oekraïne, die met onze steun tegen Rusland wordt gevoerd. Dus wat dat betreft is het belangrijk ook om te weten, wat waren de omstandigheden waarin toen zo'n oorlog... Daar zijn, is niet iedereen het over eens, nee, natuurlijk. Niet. Maar een van de, misschien aanvullend hierop, een van de meest fascinerende zaken is dat het Westen allerlei oorlogen verloren. Denk maar aan alle westerse militaire interventies in Afghanistan, Syrië en Irak. Nou, ja. Maar dat ze vervolgens niet instort. Nee, dat is juist. Maar het zou te ver voeren om daar nu over door te gaan. Ja. Maar het is goed dat je Afghanistan noemde, omdat dat eigenlijk de eerste grote nederlaag was op geopolitiek gebied, niet op economisch gebied. Want het militair-industrieel complex is schatrijk geworden aan de oorlog in Afghanistan. Zoals Assange niet ophoudt te benadrukken. Hè, dat oorlog is niet meer om te winnen, maar om die enorme machinerie van het militair-industrieel complex draaiende te houden. Maar goed. We gaan terug naar de Russische revolutie. Ik zei dus, een maatschappij dondert in elkaar. En dan is de vraag, wie is in staat om een nieuwe staatsmacht daar bovenop te zetten? En daar was nou de partij van Lenin bij uitstek voor geschikt. Want hij had dus in 1902 binnen de Russische sociaaldemocratie, die toen nog niet eens zo lang bestond, had hij een breuk geforceerd met een meer sociaaldemocratische, wat we nu zouden noemen sociaaldemocratische stroming. Dus een stroming die een geleidelijke overgang met de nadruk op parlementaire middelen naar socialisme wilde. En hij was van mening dat dat meer via een staatsgreepachtige formule moest. En daartoe was hij van mening, moet de partij van de arbeidersbeweging, moet een partij van beroepsrevolutionairen zijn die aan dat ideaal van de socialistische machtsgreep zijn toegewijd. Waarom? Omdat als je de arbeiders aan hun lot overlaat, dan zullen ze zich laten omkopen. Dan komen ze niet verder dan wat hij noemde een vakbondsbewustzijn. Namelijk als de arbeidersbeweging komt in beweging en de kapitalistische klasse zegt, nou ja, oké, 2% loonsverhoging. Nou, zegt de meerderheid van de arbeiders, ik zit helemaal klem en krap. Kom maar op met die 2%. De zaak is geregeld. En zo is het dus. Daarbij moet je ook bedenken dat zover was het nog niet in de tijd van Lenin, zeker niet aan het begin van de 20e eeuw, maar dat het kapitalisme is contra-revolutie, maar het is contra-revolutie met een
cadeautje erbij. Namelijk economische ontwikkeling. Woodrow Wilson, de Amerikaanse president ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, die zei, als je het socialisme wil verslaan, if you want to oust socialism, moet je met iets beters komen. En daarmee bedoelde hij eigenlijk, of ja, nam hij een voorschot op het idee van later Henry Ford, alle arbeiders een auto. En ja, dat was toch ook wel een vooruitzicht. Ik bedoel, dus men was, de arbeiders waren op grote schaal voorstander van een socialistische omwenteling. Mm-hmm. Maar een zo burgerlijk bezit als een eigen automobiel. Ja, dat was toch ook wel een ongehoorde verworvenheid. Nou, en Lenin zei, dat moet je dus niet op zijn beloop laten. Je moet een partij hebben die een beroepsorganisatie is. Beroepsrevolutionairen doen niks anders dan nadenken hoe kunnen we de macht grijpen. Zijn critici, en daar komen we later nog over te spreken, maar dat is belangrijk, want dat is het typisch West-Europese marxisme. Die zeiden nee, de arbeidersbevolking zelf moet in de loop van de strijd die ze voert, langzaam leren hoe ze die macht kan veroveren als klasse. En het probleem is dat je tussen die twee niet echt kan beslissen. Je kan niet zeggen, nou dat was fout en dit is goed. Maar laten we zeggen, want de vraag is dan, wat doet de partij dan? Als die alleen maar moet wachten totdat de massa van de arbeidersbevolking in staat is om zelf te handelen. Kijk, het probleem met de partij van Lenin was, zoals hij zelf zegt in het geschrift, de linkse stroming en kinderziekte van het communisme. Mm-hmm. Dan zegt hij in West-Europa is het moeilijk om een revolutie te beginnen, maar makkelijk om hem te voltooien. En daar bedoelt hij mee, het is heel moeilijk om te beginnen die crisissituatie te krijgen waarin nieuwe machthebbers zich kunnen aandienen. Maar als dat eenmaal zo is, dan heb je al de moderne maatschappij, die is er al, de grote bedrijven zijn er al, de staatssector is er al, noem alles maar op. Mm-hmm. Maar zegt hij, in Rusland is het moeilijk om een revolutie te beginnen. Nee, nu haal ik ze door elkaar. Is het makkelijk om de revolutie te beginnen, maar heel moeilijk om het te voltooien. Want als jij eenmaal die oude macht uit de weg hebt geruimd, dan opent zich een veld van achterlijkheid, bijgeloof, zeer primitieve verhoudingen. En maak daar nou maar eens iets moois van. Vandaar dat in de Russische revolutie het idee was, dit is de vonk. En die zal de werkelijke revolutie, die plaats moet vinden in Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland en Amerika, leggen nog wat verder. Ja, maar dat was het. Er moest een wereldrevolutie komen, want daar stonden de moderne machines, daar waren de moderne georganiseerde arbeiders. Daar was, die West-Europese landen waren toen geïndustrialiseerd. En het Russische Rijk was voor een groot deel agrarisch en stond nog maar aan het begin van die industrialisatie. Dus heb ik ook, theoretisch kan je ook zeggen dat die Russische Revolutie te vroeg in de ontwikkelingsfase van de economie plaatsvond. Ja. Wat ik altijd wel een belangrijk punt heb gevonden, ook in debat met burgerlijke theoretici, de zogenaamde Ruslanddeskundigen, hè, zoals ik ze noemde, anti-Ruslanddeskundigen, is dat zij zeggen, die burgerlijke februari-revolutie die had moeten slagen. En Lenin en Trotsky hebben gewoon een soort, met de oktoberrevolutie, een soort coup gepleegd. En daar heb ik altijd tegen gezegd, de februari-revolutie is mislukt. En waarom? Omdat de kapitalistische burgerlijke samenleving niet in staat is geweest om te komen tot een vredesverdrag met de Duitsers en de Oostenrijkse Hongaren. En de verdiensten, wat je er ook van mag vinden, van die communistische revolutie of die bolsjewistische revolutie is geweest, dat onder leiding van Trotsky in Brest-Litovsk in 1918 het vredesverdrag is getekend en daarmee een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. En dat zij dus hun verlies daarmee ook hebben geaccepteerd. Ja. En daar die verschrikkelijke slag op het Oostfront eigenlijk ten einde kwam. Ja. Ja. Misschien nog even naar een andere fase. Rosa Luxemburg en de socialistische denkers. Want die Russische revolutie sloeg over
toen hè, ook Duitsland begon in te storten, een jaar later in 1918, ja. naar Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. En de arbeiders kwamen ook in die landen in opstand. En dat heeft later geleid tot de Weimarrepubliek. En Rosa Luxemburg heeft daar een cruciale rol in ja, gespeeld. Ja, ja. En ook Lukács, hè? Mijn hele typische titel, Geschiedenis en Klassebewustzijn. Het gaat bij die linkse schrijvers in Europa bijna altijd over het bewustzijn. Namelijk van, wat is de staat, de geestestoestand van de massa van de arbeiders? Hoe denken zij? Hoe kunnen we dat beïnvloeden op zo'n manier dat een nieuwe maatschappij gedragen wordt door een natuurlijke meerderheid van mensen die snappen wat er aan de hand is? Terwijl het probleem van de revolutie van Lenin is natuurlijk het bolsjewistische model met die partij van beroepsrevolutionairen. Ja. Dat als die partij eenmaal in handen valt van later een Stalin of van figuren als Kamenev, die veel minder kaliber hadden dan de oorspronkelijke leiders. Ja, hoe verhoudt zich dan zo'n voorhoedepartij met de massa van de bevolking die eigenlijk als in een toeschouwersrol wordt gedwongen en zelfs slachtoffer wordt van een terreurpolitiek? Die moet goed maken welke fouten er in het begin zijn gemaakt. Het is heel mooi om te zien dat Rosa Luxemburg zegt dus onmiddellijk in de... Zij komt oorspronkelijk uit Polen, van Joodse afkomst. En maakt dan carrière in de Duitse SPD. Ja. Dus zij is zowel... Polen was natuurlijk onderdeel van het Russische Rijk. Ja. Zij is zowel onderdeel van de Poolse sociaaldemocratie als van de Duitse sociaaldemocratie, die op een veel hoger plan van organisatie stond en zo. Het voert te ver om al haar strijdthema's hier te noemen, maar wat wel heel belangrijk is haar kritiek op de Russische revolutie op het moment dat de Oktoberrevolutie plaatsvindt. Dus op het moment dat de Bolsjewieken de macht grijpen. Het is inderdaad een machtsgreep, dat is, zoals ik zei. Een revolutie is een instorting. Ja. En vervolgens grijpt een bepaalde groep de macht die zich gerechtigd voelt om in die situatie handel te doen. Ja, maar wel met heel veel steun van miljoenen arbeiders en miljoenen boeren. Ja. Dat wordt wel eens miskend in de burgercrisis. Nee, dat is zo. Anders had het helemaal niet gelukt. Ze waren met ze natuurlijk maar een veel te kleine groep op zichzelf. Ja. Maar Rosa Luxemburg schrijft dan... ik meen dat ze dan net uit de gevangenis is vrijgelaten, omdat zij als anti-oorlogsactiviste gedurende de Eerste Wereldoorlog in de gevangenis zat en daar ook enorm haar gezondheid achteruit ging. Zij zegt dan, ze heeft drie punten en ze zegt, de eerste fout is het gebrek aan democratie. Namelijk tussen die voorhoedepartij van beroepsrevolutionairen en de massa van de bevolking en ook de massa van de arbeiders is geen werkelijke goed geregelde besluitvormingsstructuur. Er is geen democratische inspraak. Dat is één. Ja. En zij zegt dan ook, democratie is niet gewoon een formaliteit van parlement of iets dergelijks, maar is het recht van degene die het er niet mee eens zijn om zich te laten horen naar allemaal hele actuele dingen vandaag de dag. Mm. Punt twee is dat ze zegt, het besluit van de Bolsjewieken om de revolutie te laten slagen door aan de boeren, en de meeste boeren zijn op dat moment in dienst aan het front, een eigen land te beloven. Dus om de grootgrondbezitters te onteigenen en het land in handen te geven van de boeren, is in haar ogen een grote fout. De landgoederen hadden tot wat later dan zijn geworden de kolgozen en de sofgozen moeten worden omgebouwd. Mm. Want de boeren zijn helemaal niet gewend aan een eigen stuk. Nee. Die moeten gewoon rationeel, er moet een rationele landbouw komen. Want, zegt zij, als je dat zo doet door nu de boeren een eigen stukje land te geven, dan voed je een klein burgerlijk bewustzijn van hé, dat is mijn stukje land. En je zal het later weer moeten afnemen omdat de opbrengst van zo'n een op die manier georganiseerde landbouw te gering is. Het derde punt is dat zij zich fel keert, en dat is vanuit haar Joodse achtergrond, haar ervaring met Polen enzovoort wel begrijpelijk. Zij keert zich fel tegen de nationaliteitenpolitiek. En de nationaliteitenpolitiek van de Bolsjewieken was, je geeft Oekraïne aan de Oekraïners, je geeft Georgië aan de Georgiërs. Mm. En zij zegt, op die manier creëer je ook weer burgerlijke bolwerken die zich later tegen jou kunnen keren, zodra buitenlandse invloeden zich daar kunnen laten gelden. Interessant genoeg is Poetin op dit moment, die heeft
gezegd, de schuld van de oorlog nu met Oekraïne is in wezen al bij Lenin te vinden. Ja, nou, die hadden die Oekraïners nooit hun eigen staat. Nee, maar kijk wat hij zegt, belangrijk ook. Bij de oprichting van de Sovjet-Unie in 1921 is er gekozen niet voor een federatie, maar voor een confederatie van 15 republieken. Ja. En daarin kregen dus ook Oekraïne, maar ook 14 republieken rond Rusland, kregen eigenlijk de mogelijkheid om niet alleen in de Unie te stappen, maar er ook uit. Ja. En dat hebben we gezien in 1991. Toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Ja. En ja, dat leidde tot het feit dat er 25 miljoen Russen buiten de Russische Federatie leven. Onder andere Oost-Oekraïne is grotendeels Russisch-talig, Russisch gezind. En die mensen willen terug. Ja. En dat is de oorzaak van de oorlog. Ja. Nou ja, vooral doordat de NAVO zich daar ook mee... Ja, die loopt gewoon olie op het vuur te gooien en iedereen tegen elkaar uit te spelen daar. Vergeet overigens niet dat de nationaliteitenpolitiek een van de thema's is waar de socialistische beweging in mijn ogen heel veel recht van spreken heeft. Namelijk in, om even een voorbeeld te geven, in 1979 kreeg Joegoslavië een enquête van de Verenigde Naties, die uiteraard ook naar andere landen ging, van hoe gaan jullie met je minderheden om? En toen schreef Tito terug, wij hebben geen minderheden. Wij hebben nationaliteiten en nationale groepen. En die hebben in principe allemaal dezelfde rechten, al zijn sommige natuurlijk veel groter dan de andere. En iedere vorm van overheersing van de een door de ander wordt bij ons voorkomen. Nou ja, daar kunnen we over jullie. Nee, ja, kijk, en dat is een prachtige politiek. Ja, maar dat is ook zo. Ik moet even denken aan, vorige week zat Harry van Bommel hier aan tafel. Ja. En die zegt, we hadden het over de Baltische Staten. Ja. Je weet, dat is deel van de Europese Unie. En hij zegt keihard, waar ik van de burgerlijke Ruslanddeskundigen altijd hoor. Nee, het gaat heel goed in de Baltische Staten met de Russische minderheden. Hij zegt, die Russische minderheden worden keihard gediscrimineerd. Oh, ja. En die zijn voor een groot deel al uitgedreven en gevlucht naar de Russische Federatie. Komt bij ons in de mainstream media natuurlijk helemaal niet voor. Nee. Andere woorden, wij zijn binnen de Europese Unie überhaupt niet in staat om de minderheden in dit soort Oost-Europese verdeelde landen te beschermen. Ja, ja. En bovendien is het zo dat, en dat is een idee van de zogenaamde Austro-Marxistische stroming van Otto Bauer en anderen. Mm. Dus mensen in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, die hadden gezegd, kijk, het heeft geen zin om nationaliteiten hun eigen grondgebied te geven, omdat we leven in een tijd, moet je nagaan, voor de Eerste Wereldoorlog, van gastarbeid en economische migratie. En dat wil zeggen dat je op een gegeven moment, je eindigt met een geweldige lappendeken, want wat is het spreekwoord in een minderhedensituatie? Waarom zou ik een minderheid in jouw land moeten zijn, als jij een minderheid in mijn land kan zijn? Je hoeft alleen maar de grenzen een beetje te veranderen. Maar nu, wat heel veel mensen natuurlijk toch willen weten. En dat gaat over die linkse traditie. We zitten in de Sovjet-Unie. Daar kan je nog zeggen, nou, dat was in eerste instantie allemaal heel idealistisch. Daar is ook mooie Sovjet-kunst gemaakt, moet ik je zeggen. De cultuurmensen stonden achter, maar op een bepaald moment, tussen 1924 na de dood van Lenin en de komst van Stalin. Stalin zat overigens al in het Centraal Comité. 1927 was er toch een concentratie van macht rond de figuur Stalin. En dat heeft geleid tot gedwongen collectivisatie, repressie en onderdrukking. Wat is er in die oorspronkelijk socialistische traditie fout gegaan? En hoe zou jij dat willen duiden? Nou, wat er fout is gegaan, is dat de geschiedenis niet is gelopen zoals men had gehoopt. Namelijk, zoals ik net zei, de revolutie in Rusland, de machtsgreep in Rusland, was bedoeld als een vonk die de werkelijk beloftevolle landen, die klaar waren voor het socialisme, om zo maar te zeggen, tot de revolutie zou moeten brengen. En dat is een beetje gebeurd, maar niet voldoende om Duitsland, Frankrijk. Ja, vooral Duitsland. Ja. De SPD was de grootste socialistische partij in de wereld, had geen gelijke in enig land.
En toen die verslagen werd, ja, toen was het eigenlijk bekeken. En in 1924 was niet zozeer de dood van Lenin, dat was ook zo. Maar in 1924 was vooral het jaar van het Dolfsplan, een soort Marshallplan, maar dan voor na de Eerste Wereldoorlog. Maar van Amerikaanse kapitaal, wat Duitsland binnenstroomde en de oude bedrijven weer opkrikte. Onder andere ook Nederlands en Zweeds kapitaal. Nederlands kapitaal speelde daar een grote rol, omdat Nederland neutraal was geweest en goud verdiend had aan de Eerste Wereldoorlog door beide partijen van spullen te voorzien. Die wereldrevolutie mislukte en de revolutie werd dus teruggeworpen op het deel waarvan je eigenlijk zou moeten geven, zou moeten zeggen, laten we de sleutels maar weer teruggeven, want wij kunnen hier niks van bakken. Dat was de kern. Dat was Rusland, de Russische Federatie en later de Sovjet-Unie. En dat was op dat moment eigenlijk nog aan het begin een soort agrarische staat en die is min of meer onder dwang van de staat in de jaren 30 geïndustrialiseerd. Nee, kijk. Ja, dat is allemaal juist, maar het zit nog ingewikkelder. Kijk, agrarische staat klinkt eigenlijk al veel te modern. Ja. We praten over Centraal-Azië en dergelijke, waar het vervoer per kameel plaatsvond. Dus we praten over werkelijk stukken Azië en Midden-Oosten en noem maar alles. Maar die hoorden er wel allemaal bij. En dan moest je ook wel bewaking hebben, want voor je het weet stonden de Engelsen voor de deur. Mm. Dat is ook gebeurd, omdat er direct na de geslaagde revolutie, dus na de geslaagde machtsgreep moet ik steeds zeggen. In 1918, 1919. De legers van 13 of 14 landen, zelfs de Amerikanen van Wilson, Japanners, Tsjechen vielen allemaal Rusland binnen en die hebben de contra-revolutionaire witte legers in de rug gesteund om een burgeroorlog. En die burgeroorlog, dat is een ongekend vrede, zoals alle burgeroorlogen, ongekend vrede aangelegenheid. Tussen 1917 en 1921. En in die periode heerst het zogenaamde oorlogscommunisme. Dus laten we zeggen een radicale vorm van het verdelen van de schaarse goederen die er waren. Ja. Toen die burgeroorlog gewonnen was door de onderleiding van Trotsky, die later dus in ongenade is gevallen. Was Lenins standpunt, je moet de mensen als het ware een adempauze geven. We kunnen niet doorgaan met eindeloze vormen van collectivisering en radicale socialistische maatregelen. We voeren in de nieuwe economische politiek, in het Nederlands nep. Ja. Het was ook een beetje nep. Omdat daarmee kwamen de zogenaamde neplieden weer naar voren. En dat waren de soort ondernemers die in de bestaande situatie de winst wisten te maken. En door die winst slaagde heel langzaam de lichte industrie erin, die er geweest was, weer in om zich te herstellen. Maar niet de zware. Daardoor ontstond in de loop van de jaren 20 een wanverhouding tussen het platteland. Waar het ook weer dankzij de zogenaamde koelakken, grote boeren die ook weer ondernemend erin slaagden om rijkdom naar zich toe te trekken en een zekere welvaart terug te brengen. En de steden waar grote massa's mensen woonden, maar waar de industrie niet in staat was om in alle levensbehoeften te voorzien. En toen weigerde eigenlijk het platteland, simpel gezegd, om zijn opbrengst aan de steden af te slaan in ruil voor, bijna niks. Een paar scharen en een paar andere dingen die men misschien wel kon gebruiken, maar niet echt industrieproductie. En toen heeft Stalin, die inmiddels centraal was komen te staan, dat had ermee te maken dat hij aan het begin had hij allemaal baantjes die niemand van die eerste generatie bolsjewieken wilde hebben. Want die keken allemaal van wanneer begint de Duitse revolutie. En dan kunnen we daar naartoe om te gaan helpen en leiding te geven. En Stalin die moest daarom, die was secretaris van de partij. Nou, dat wilde niemand zijn, doe jij dat maar, die rare snor. Hij was commissaris van de nationaliteiten. Nou, dat was dus commissaris vooral van die gebieden waar het vervoer nog per kameel werd geregeld, waren ook de Boegarins en de Kamenes waren daar absoluut niet in geïnteresseerd. En hij was voorzitter van de
commissie van de arbeidsinspectie, waarbij eigenlijk moest worden gekeken of er, laten we zeggen, een ingenieur die de waterleiding moest regelen, of die wel, of die niet stiekem de boel aan het saboteren was. Dus een beetje een wat meer geheime dienstachtige rol. Dus allemaal rollen die die echte revolutionaire niet wilde doen. Maar ja, toen de revolutie in het Westen mislukt was, toen bleek opeens dat dat hele belangrijke posities waren, want nu ging het erom om die kameel in Oezbekistan te vervangen door een vrachtwagen. Auto. Nou, en dat was Stalin in zijn portefeuille. Dus in die zin, hij was natuurlijk een rücksichtloze machtspoliticus, maar er zat ook een hele duidelijke rationaliteit in zijn opkomst. Hij kwam op omdat het achterland, wat bijna vergeten was door die eerste generatie revolutionairen, werd opeens veel belangrijker. Die nationaliteiten werden belangrijker. Ja. En hij heeft toen, door zijn neiging om alles met geweld op te lossen, hij was ook geen, als je nou zegt, voorhoedepartij. Partij van beroepsrevolutionairen. Hij was geen theoreticus meer. Ik heb ook van iemand een keer, toen het allemaal in elkaar donderde, kreeg ik de Stalin werk. En nou ja, de bladen hier door. En die zijn echt, die hoef ik hier niet mee te nemen. Die zijn theoretisch alleen maar interessant voor iemand die wil weten hoe werkte die hersenzaal van die man. En hij was echt een gewelddadige figuur. En dat maar, is Lenin wel. Lenin ja, is wel een theoreticus die echt refereert naar Marx en Engels. Oh ja. Nee, ja. Lenin is een fascinerende figuur. Echt een politiek genie in mijn ogen. Mm. Met die verstande dat het jammer is dat hij op die plaats in dat land op dat moment zijn hoofdrol moest spelen. En natuurlijk ook vrij snel overleden is. Hè? Door een moordaanslag. Ja. Door een moordaanslag? Dus een hij was toch gewoon ziek en is toch in het begin 1924 overleden? Maar hij is, er is een aanslag op hem gepleegd en daar is hij niet meer helemaal van hersteld. En dat was een aanslag die gepleegd werd door een vrouw, Fanny en nog wat, Kaplan. En dat was, die was lid van de Sociaal-Revolutionaire Partij. En de Sociaal-Revolutionaire Partij, dat was de stroming die voortkwam uit de zogenaamde Narodniki, de vrienden van het volk, die vooral onder de boeren sterk was. Ja. Toch naar een iets ander onderwerp. We gaan naar Duitsland. We hebben al gezegd, na die Eerste Wereldoorlog sloeg die revolutie ook over naar Duitsland. Ja. Duitsland verloor de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, aan het Westfront met name. Er kwam het verdrag van Versailles tot stand in 1919. En dat was eigenlijk, wat in Duitsland werd ervaren als het dictaat van Versailles. Ja. En daardoor ontstond eigenlijk na het Duitse verlies in de jaren 20, ontstond een enorme chaos eigenlijk. Ook door massa-inflatie, als gevolg ook van de enorme schadevergoedingen die in het verdrag van Versailles tot stand werden gebracht. Ja. En dat was de basis voor eigenlijk een dichotomie tussen enerzijds de socialisten, die ook de basis vormden voor de Weimarrepubliek, en anderzijds het opkomende nationaal-socialisme en het fascisme. Waarbij Adolf Hitler dan natuurlijk een belangrijke rol speelde, die uit die Eerste Wereldoorlog kwam als soldaat, als korporaal, in 1924 in de gevangenis een coup pleegde, in de gevangenis het Mein Kampf schreef. En dat was eigenlijk het begin ook van het fascisme in Duitsland. Ja. Met alle gevolgen van die. Misschien jouw reflectie. Ja, nou ja, als je denkt aan de, als je eerst kijkt naar de linkse stroming, hè, dus dan zie je dat de echte splitsing tussen sociaaldemocratie en wat later dan de communisten heten, die vindt plaats in 1914, als de voor de oorlog moet worden gestemd. Ja. De SPD-fractie in de Reichstag, die stemt in met de oorlogskredieten en daarmee met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die er dus op gericht is om de arbeiders de loopgraven in te sturen in plaats van ze op de drempels van de regeringsgebouwen te krijgen. Mm-hmm.
Dat besluit is door de, niet alleen door de latere communisten onder leiding van Liebknecht en Rosa Luxemburg niet geaccepteerd, maar ook binnen de SPD niet. Dus in de loop op het eind van de Eerste Wereldoorlog vindt er ook een breuk, een scheuring plaats binnen de SPD. En dan komt de onafhankelijke SPD, de USPD, waar grote namen bij zitten, zoals Karl Kautsky bijvoorbeeld. Hè, door Lenin vermalendijd, maar toch in de Duitse verhouding nog altijd een hele belangrijke figuur. Na de oorlog wordt de eerste regering wordt gevormd. De eerste regering in Duitsland, in de Weimarrepubliek? Ja, hè? Nou, de Weimarrepubliek is in tweede instantie, maar in eerste instantie moet er een nieuwe regering worden gevormd. Ja. De keizer is verjaagd, het leger is eigenlijk ingestort. Hmm. En Karl Liebknecht, de communistenleider, die roept van een balkon in Berlijn, roept hij de republiek uit. Ja, dus hij zet de keizer af, door de communisten. Scheidemann, de leider van de socialisten, zit aan de soep, omdat het tussen de middag is. En die krijgt te horen, Liebknecht gaat de republiek uitroepen. En die veegt dus zijn mond af, rent naar het balkon en roept ook de republiek uit. Ja, dat is echt historisch. En vervolgens stelt de leiding van de socialistische partij zich in verbinding met de legerleider, met generaal Groener. Die is te functioneren, dat is dus niet Hindenburg en de rest van de beroemde top. Maar Groener is een soort administratieve figuur in de legertop. En dat wordt de vertrouwensfiguur van de socialistische regering. En dat is eigenlijk het begin van de contra-revolutie die door de socialisten wordt je zou bijna zeggen toegestaan. Dus in 1918-19, als dat allemaal, Scheidemann heeft de republiek uitgeroepen, dan wordt de grondwet van Weimar wordt aangenomen. En de poging tot communistische machtsovername, die eindigt ermee dat Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht worden gearresteerd door een legereenheid die door de socialistische minister Noske naar Berlijn is gedirigeerd om daar die opstand te onderdrukken. En die zijn ook vermoord, hè? Ja, die zijn vermoord. Dus het lijk van Rosa Luxemburg heeft nog een tijd in het land weerkanaal gedreven in Berlijn voordat het daar opgepikt werd. Ik noem dat zo nadrukkelijk omdat als je dat niet weet, snap je ook niet waarom niet socialisten en communisten samen de opmars van uiterst rechts hebben verhinderd. Ja. Want de haat die bestond, het ressentiment wat natuurlijk bestond tegen de mensen die onder wiens verantwoordelijkheid, hè, het was gewoon het leger, maar het was onder verantwoordelijkheid van de SPD, minister van Oorlog Noske, dat die moord plaatsvond. Dus dat heeft zo'n wond geslagen, dat is niet goed gekomen. En ja, want in feite wordt de jaren 20 en zeker, hè, tot aan de machtsovername van Hitler in 1933, getekend door de opkomst van het nationaal-socialisme op uiterst rechts. Ja. Tegenover de linkse partijen. Ja. En dat is de communisten enerzijds en de socialisten. En jij zegt, ja, die waren nogal verdeeld. Als ze samen hadden gewerkt, hadden ze waarschijnlijk de opkomst van het nationaal-socialisme kunnen afslaan. Niet alleen waarschijnlijk, gewoon met zekerheid. Omdat de NSDAP, dus de partij waar Hitler dan later de leider van is geworden. De Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Ja, die is nooit groter geworden dan socialisten en communisten samen. Nee. Okay. Dus, en dat is een heel belangrijk gegeven. En pas in 1935, na de machtsovername van Hitler, die trouwens helemaal correct is verlopen, al had hij het geluk dat Rijkspresident Hindenburg de oorlogsheld. Hij werd benoemd. Hij won volgens mij 1/3 ongeveer van de stemmen. Ja, ja. Toen werd hij benoemd door president Hindenburg tot bondskanselier, maar de afschaffing daarna van de bondsdag, dat was natuurlijk niet volgens de grondwet, wel? Nee. Het feit dat hij bondskanselier was, is correct democratisch verlopen, maar die afschaffing van de bondsdag niet. Nee, rijkskanselier en rijksdag. Ja. En de rijksdag is in brand gestoken door, zogenaamd door Van der Lubbe. Ja. Uit Nederland. Ja. Maar in werkelijkheid door Göring. En daar bestaan prachtige boeken over. Er wordt nu gedaan alsof dat niet. Alsof moderne historische onderzoek dat tot iets anders leidt. Maar
De Rijksdag is een jaar na het aan de macht. Hitler kwam in januari aan de macht. En ik meen precies een jaar daarna ging die Rijksdag in vlammen op. Ja. Toen zijn communisten en socialisten zijn verboden. Van der Lubbe is ter dood veroordeeld. En tegelijkertijd werd Georgi Dimitrov, de secretaris van de Comintern, de Communistische Internationale, die was ook in Duitsland, werd ook daar gearresteerd met nog een paar medestanders. Maar die heeft zich zo krachtig verdedigd dat zelfs de nazi-rechtbank, onder leiding notabene van Göring persoonlijk, hem uiteindelijk vrij moest spreken. En in 1935 was het diezelfde Dimitrov die als in zijn rol als hoofd van de Comintern, dus Communistische Internationale, de politiek van de Comintern radicaal heeft gewijzigd van vijandschap tegenover de socialisten naar de volksfrontpolitiek. Communisten, socialisten, nou ja, radicalen samen. Maar dat was dus te laat. Kijk, een van de dingen, we gaan niet heel lang over die Tweede Wereldoorlog, want we willen ook door. Maar een van de dingen die natuurlijk opvallend is, is dat de linkse beweging eigenlijk toen gefaald heeft om ervoor te zorgen dat die oorlog, die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, met al zijn consequenties niet plaatsvond. In mijn analyse was er eigenlijk tussen 1914 en 1945 één oorlog met een pauze. Ja, hè? Nee, dat is juist. Want in feite de Tweede Wereldoorlog had dezelfde partners grotendeels. In het midden Duitsland, Oostenrijk, Hongarije tegenover Rusland, wat dan Sovjet-Unie was geworden, en Frankrijk en Groot-Brittannië aan de andere kant. Ik denk wel dat het voor het publiek ook goed is om je te realiseren dat als je die oorlog wil begrijpen, want wij worden heel erg opgevoed vanuit het idee, ja, wij zijn van de burgerlijke democratie, hè, dat waren de good guys en dat waren allemaal fascistische krachten. Nee, wij waren niet alleen van de burgerlijke democratie, wij beheersten de grote koloniale rijken. Ja. De Britten, de Fransen, de Nederlanders. En de Portugezen. De Portugezen waren niet alleen van de burgerlijke democratie, maar hadden enorme koloniale rijken waarin in de rest van de wereld zware apartheid en onderdrukking tot stand werd gebracht. Dat is ook waar. En enorme rijkdommen werden weggesleept. Ja. Denk maar. Met andere woorden, die burgerlijke democratie, dat parlementair-democratische spel, vond hier misschien wel enigszins plaats. Ja. Maar daar in ieder geval niet. Nee, werd mede gefinancierd door de koffie en de thee en de tin uit Zuidoost-Azië. Daarom, om iets te zeggen over die linkse beweging, wil ik ook eigenlijk doorstomen na de oorlog. Ja. Tussen 1945 en 1975 vindt die decolonisatie plaats, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, dat betekent dat die landen die wij koloniseerden in opstand kwamen en onafhankelijkheid eisten. Dat is eigenlijk linkse bewegingen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is heel goed dat je het zo formuleert, omdat het was zo dat er vanuit de Verenigde Staten met name druk kwam om die koloniën niet in hun ondergeschikte rol te laten. Want die begonnen allemaal te kijken naar wat er in de Sovjet-Unie was gebeurd. En had gezien dat ondanks de terreur waarmee dat gepaard ging, het achterlijke Rusland zich binnen één generatie had ontwikkeld tot moderne industriestaat. Ja. Dus in landen als India en Indonesië en noem alles maar op, werd er met zeer groot interesse gekeken van hoe hebben ze dat gedaan. Ja. En dat ze begrepen wel dat dat niet te danken was aan het liberalisme of aan het christendom. Ja. Maar vervolgens werd er weer vanuit het Westen gekeken, en met name vanuit Amerika, van aan wie kan je die onafhankelijkheid dan geven? En namelijk op zulke voorwaarden dat politiek mag je je eigen vlag hebben, je mag later stadium dan je eigen vliegtuigmaatschappij enzovoort, maar toegang tot de grondstoffen die moet voor ons veilig blijven. Dus er mocht geen onafhankelijkheid worden verleend aan nationale bewegingen, zoals die in Vietnam bijvoorbeeld, die duidelijk communistische signatuur hadden en socialistische plannen hadden. Er mocht zelfs geen, bij nader inzien, onafhankelijkheid worden verleend aan figuren als Sukarno, die het op een akkoordje wilde gooien met de in Indonesië machtige Indonesische Communistische Partij.
Vandaar dat hij in 1965 in een bloedbad is ten val gebracht. Met andere woorden, er vond een decolonisatie plaats, maar die decolonisatie was heel specifiek voorbestemd voor klassen die dat contract wilden tekenen. Namelijk eigen vlag, eigen volkslied, maar de grondstoffen zijn altijd vrij toegankelijk. Het is wel van belang voor de bevolking om te beseffen dat er na de oorlog eigenlijk Europa zich dood had gevochten tegen elkaar. Ja, min of meer ingestort was, economisch zwaar beschadigd, militair zijn positie had verloren en dat daarvan gebruikmakend allerlei, in de rest van de wereld, allerlei progressieve linkse bewegingen tot stand kwamen die onafhankelijkheid eisten, eigen gezag eisten en sociaal-economische groei eisten en geen behoefte meer hadden aan de koloniale heersers. Ja. Dat waren Groot-Brittannië, Frankrijk, ook Nederland, overigens ook de Verenigde Staten zelf. Ja. En dat er een heel nieuw klimaat ontstond. En deels hebben wij dat goed overgedragen, maar deels hebben we dat niet goed overgedragen. Er zijn koloniale decolonisatieoorlogen uitgekomen. Ja, hè? Namelijk op die plaatsen waar de aspirant zelfstandige machthebbers, dus de aspirant nationalisten, als economisch te links werden beoordeeld. Dat was in Algerije, in Vietnam en in Indonesië. Ja, dat is echt belangrijk, want kijk, na 10 jaar ongeveer, dus halverwege de jaren 60, begonnen in al die landen de nieuwe leiders te zien van ja, het is allemaal wel mooi dat wij onze eigen vliegtuigmaatschappij in eigen kleuren hebben, maar de tin en de olie en zo, die worden nog keurig uitgevoerd naar de oude koloniale mogendheden. En daarom eiste men eind jaren 60 een zogenaamde nieuwe internationale economische orde. En dat was een beweging die heel weinig mensen kennen, die ongelooflijk belangrijk is, omdat daarmee eigenlijk de mondialisering, of ja, vreselijk woord, globalisering, in gang is gezet. Namelijk, die landen begonnen allemaal bijvoorbeeld gedragscodes voor multinationale ondernemingen in te stellen. Dat wil zeggen dat je mocht niet zomaar de winst uitvoeren als jij actief was in zo'n voormalig derde wereldland. Mm. Nou, en dat soort, en die beweging is eigenlijk het doelwit geworden van wat we nu noemen de neoliberale mondialisering, globalisering. Namelijk, ook dat is weer allemaal geprivatiseerd en onteigend. Omdat er was toen een golf van nationalisaties in de derde wereld. Bijvoorbeeld de OPEC dateert, is uit de begin jaren 70, toen die voor het eerst op het toneel trad. Dat was een kartel, een verkoopkartel van olieproducerende en exporterende landen. Mm. Maar toen kwam er ook de CPEC. Dat was een kartel van koper exporterende landen. Zambia, onder andere ook Suriname. En toen heeft een beroemde Amerikaanse strateeg, die heeft een artikel geschreven. En die zei, ja, als we dit op zijn beloop laten, dan is straks de hele derde wereld georganiseerd in kartels en wij maar betalen. Toen is men begonnen met, Chili was bijvoorbeeld een van de belangrijkste koper exporterende landen. Mm. En het ten val brengen van Chili en zijn genationaliseerde kopermijnen was een nummer 1 op de agenda van in dit geval de regering Nixon. Ja, ik wil nog een ander agendapunt neerzetten. Ja. De ontwikkeling van de sociaaldemocratie, ook de linkse beweging, na de oorlog, na 1945. He, mijn grootouders die zeiden, Indië verloren. He, Indië ging tussen 1945 en 1949 verloren als grote kolonie van Nederland. Rampspoed geboren. Ja. En het wonderlijke is dat het omgekeerde eigenlijk gebeurd is. Ja. Namelijk, je kan zeggen, Indië waren we kwijt. Later raakte ook nog Suriname, Antillen kwijt. Maar dat waren natuurlijk maar kleine landjes. En vervolgens, en dat is natuurlijk wel dankzij de sociaaldemocratie tot stand gebracht, is er een vanaf de jaren 50, 60, 70 tot eind jaren 70 een enorme economische groei geweest en is de welvaartssamenleving tot stand gebracht. En kan je toch zeggen dat de sociaaldemocratie daar stuwend in is geweest. Ja. Dat moeten we toch wel zeggen. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat Nederland
aan zichzelf ging werken. Ja. Niet alleen Nederland, maar ook allerlei andere landen. Het was nog voor, er was een beetje Europese gemeenschap. Het was voor de Europese Unie. Nederland en alle andere Europese landen ook gingen aan het werk. En brachten die welvaartssamenleving tot stand. Ja. Dat is eigenlijk een vrij progressieve, links-progressieve sociaal-democratische beweging geweest. Die tussen 1945 en laten we zeggen 1980 als een lijn omhoog ging. Ja. Nou, kijk, hier is enorm belangrijk om te zien dat het proces waar wij vandaag de dag de naweeën van meemaken, namelijk dat links en rechts allemaal door elkaar zijn gaan roeren, ja. Daar is dat proces is begonnen veel eerder in de 20e eeuw. Namelijk, de sociaaldemocratie is daarin heel belangrijk, omdat in 1914 de sociaaldemocratie zich eigenlijk uitverkocht heeft aan de militaristische belangen. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog heeft de sociaaldemocratie zich gereorganiseerd als doorbraakpartij. Dat wil zeggen, de crisis van 1929 die werd opgelost, zoals je in ons voorgesprek al even aanstipte, door de politiek van Keynes. Ja. En Keynes, geboren onthoud ik altijd in 1883, want dat is het sterfjaar van Marx. Daar heb je twee economen voor de prijs van één. Ja. Keynes had dus gezegd, je moet, en dat was een burgerlijke econoom, hè, vergeet niet. Het was geen Marxist of zo, hij pochte zelfs. Hij was een progressief links-burgerlijk econoom. Nee, daar links. Sociaal-democratisch. Ja, ja? Nee, ook niet sociaal-democratisch. Hij was een absoluut burgerlijke denker, maar hij was op de industrie georiënteerd. En hij zei aan al die beleggers die maar op de beurs aan het spelen waren, zoals hij zelf onder andere, maar dat stond er uiteraard niet bij. Daar hebben we helemaal niks aan, economisch. Als je in een situatie zit zoals nu, hè, praten we over, hij schreef dit al eigenlijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, maar goed, in de jaren 30 werd dat opeens enorm beroemd. Als je in een situatie zit van massawerkloosheid, dan moet je begrijpen dat je koopkracht, ook een begrip wat helemaal nieuw was, bij de massa moet brengen. Want die massa die houdt dan die industrie draaiende. En die industrie kan je dan weer belasten. Uit die belastingen kan je weer helpen nieuwe infrastructuur te bouwen en ga zo maar door. En, ja, en voorzieningen. Dat betekent effectieve vraag. Precies. Economie, effectieve vraag door collectieve uitgaven te verhogen. Ja. En daardoor het tekort aan effectieve vraag in te vullen en daardoor de economische groei aan te jagen. Precies. Dat hebben de Amerikanen natuurlijk in hun geschiedenis uitstekend gedaan. Altijd daarom werden ze ook zo welvarend. En wij hebben langzamerhand heel voorzichtig dat model overgenomen. Precies. Eigenlijk. En daarbij was het een heel belangrijk deel van de collectieve uitgaven, waar de uitgaven voor de En we moesten dus een vijand hebben, want anders zou de bevolking nooit accepteren dat je belasting moet betalen om die vijand te bestrijden. Nee. Dus de welvaart die na de oorlog is voortgekomen uit dit Keynesiaanse model, was voor een deel civiel, namelijk gewoon koopkracht om een autootje te kopen. Mm-hmm. En voor een deel collectief, namelijk scholen, ziekenhuizen, allemaal voor een schappelijke prijs toegankelijk. Mm. Maar voor een heel belangrijk deel ook militair. Dus zowel de wapenwedloop met het Sovjetblok als de koloniale avonturen waren er, denk maar in Nederland, in ruil voor de AOW, de ouderdagsvoorziening voor die niet meer door de familie hoefde te worden opgebracht, moesten we wel meedoen met de politionele acties in Indonesië. Ja, nog een reflectie. Dat was de rol van de PvdA. En nog een reflectie. Na de oorlog 1945 kregen we niet alleen die afstiek van de sociaaldemocratie en daarmee de gestuurde economische groei en welvaart. We kregen ook de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Ja. Want schijnbaar was het zo dat de ene oorlog nog niet voorbij is, of we moesten een nieuwe Koude Oorlog beginnen. Het idee dat de westerse burgerlijke democratie samen zou kunnen leven met het communistische Sovjetblok, of nu wij in het Westen toch een soort redelijke relatie met de Russen kan hebben, dat schijnt niet goed te kunnen. We schijnen altijd weer vijanden te moeten hebben. Ten dienste inderdaad van het militair-industrieel complex. En verder
werd het militair-industrieel complex natuurlijk ook gevoed door die decolonisatieoorlog. Dat mag je ook wel zeggen. Ja, die NAVO die werd opgericht, die werd gevolgd door de oprichting van het Warschau-pact in 1955. En dat leidde tot die Koude Oorlog die tot 1989 eigenlijk geduurd heeft, ja. De val van de muur. Ja. Ja, maar wat ik nog even wil zeggen is dat die Keynesiaanse politiek in Nederland bijvoorbeeld en ja. In de rest van Europa was dus economisch een succes. Maar politiek had die ook als voorwaarde dat de sociaaldemocratie eigenlijk geen sociaaldemocratie meer moest worden genoemd. Omdat de partij die in 1945 uit de oorlog voortkwam, was niet de SDAP, de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland, maar was de PvdA, de Partij van de Arbeid. En die was opgezet, heel bewust, als doorbraakpartij. Dat wil zeggen, een partij die een eind moest maken aan de verzuilde verhoudingen zoals die voor de oorlog hadden bestaan. En Den Uyl, Jan Pronk, waren allemaal christenen, waren allemaal mensen Drees. Uit... Ja, Willem Drees. Dat wist ik niet. Nee. Maar er waren allemaal mensen die voortkwamen uit het antirevolutionaire milieu, maar een sterke sociale inslag hadden. Ja. Waarom is dat belangrijk? Niet om iemand te discrediteren of zo, maar om aan te geven dat we hier dus niet te maken hebben met de... het bewuste streven naar een socialistische maatschappij, maar we hebben te maken met het inruilen daarvan voor een, nou, zoals men zegt van je moet de koe niet slachten, of de kip niet slachten, maar je moet de eieren. Er zijn nog een aantal varianten gewoon met koeien erbij, maar die hebben geen eieren. Eieren incasseren. Ja. Je bedoelt, ja, men accepteerde de westerse burgerdemocratische, kapitalistische samenleving, precies. Maar probeerde dat sociaal-democratisch in te vullen door te zeggen, we gaan de lonen verhogen en de collectieve uitgaven. De collectieve arbeiders verhogen en natuurlijk ook de lonen voor de arbeiders de werknemers verhogen. Ja. Nou, en dat heeft dus enorme consequenties gehad, ook voor weer in termen van die denkers zoals Lukács, Rosa Luxemburg, Gramsci, voor het bewustzijn van de arbeiders. Omdat die dus dachten van, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Al dat gedoe van socialisme, dat is maar, leidt maar tot oponthoud en chaos. Ja, ja. En dat werd dan nog versterkt in landen zoals Italië, bijvoorbeeld in de jaren 70 en eind jaren 60, door enorme bomaanslagen te organiseren en die dan toe te schrijven aan de communisten. Werden mensen nog meer afkeren van het idee van een fundamentele maatschappelijke omwenteling. En als je dan en in ruil voor het opgeven van dat ideaal, ook nog hele materiële lotsverbeteringen kreeg. Mooie huizen, pensioenen, schone huizen, pensioenen, onderwijs, zorg, onderwijs, et cetera. Alles, ja. Nou, dan was dat natuurlijk een goede deal. En dan zie je weer dat oude dilemma tussen Lenin en Luxemburg en nog een aantal anderen, dat weer speelt. Namelijk, hoe hou je nou vast aan dat ideaal van het veranderen van de economische orde waarop het geheel rust. Ja. Zonder het kapitalisme de kans te geven die schoenendoos met cadeautjes naar voren te schuiven. Ja. Het is namelijk, dat is het fascinerende van kapitalisme. Dat is niet alleen contra-revolutie in de zin van dat er een beweging van de arbeiders is en men opent het vuur. Nee, er is een beweging van de arbeiders en men zegt, ho, rustig dames en heren, wij hebben iets beters voor u. Nou, en daarin heeft dus, wat nog steeds naar mijn mening ten onrechte de sociaaldemocratie genoemd wordt. Dat stond namelijk voor een socialisme wat democratisch bestuurd wordt. Ja. Hè, wat er nog nooit is geweest. Hmm. In Chili heel even. Maar goed, daar is snel een eind aan gemaakt. Daarin is de doorbraakpartij zoals de PvdA en in Duitsland de SPD, die dan eigenlijk onder een schuilnaam nu opereert. Die zijn daarin de sleutelpartijen geweest. Want dat zijn de partijen die hebben gezegd, wij zijn bereid om dat compromis te aanvaarden, zolang het duurt. Want er zitten in die Keynesiaanse economie zitten een aantal ingebakken problemen die in 1975 uit elkaar klapten. Namelijk, de arbeiders werden te machtig. En ja, niet dat ze de machten uitoefenden, maar die kosten te veel. Ja. En dat men zei, weet je wat, we gaan naar Tunesië, we gaan uiteindelijk naar China. Ja, dat is een beweging, maar er gebeurt eerst nog iets anders. En dat is wat mij betreft ons volgende hoofdstuk, mei 68. Ja. Hè?
Gedurende de jaren 60 vindt er een soort emancipatie plaats. En op basis van ook die welvaartssamenleving in de westerse wereld, Europa en de Verenigde Staten, ontstaat er met name bij jongeren een jeugdbeweging. En dat leidt tot, in Nederland hier in Amsterdam, tot Provo en later tot de kabouters. Maar in Parijs, en dat wordt dan het symbool, de studentenrevolte van mei 1968 met kritische idealen. Met sociale idealen, maar ook met vrijheidsidealen. Ja. En daaraan is verbonden ook theoretici, voor een deel van linkse of de kritische theorie, neo-marxisten. Onder andere deze heren van de Frankfurter Schule, Marx Horkheimer en Theodor Adorno met het boek in vertaling Dialectiek van de Verlichting. En later. Maar goed, dat zijn eigenlijk de postmoderne. Maar laten we het eerst even hebben over de kritische theorie en de studentenrevolte en de emancipatie, de vrijheid en ook de gelijkheidsidealen van die nieuwe generatie. Ja, nou die, jouw reflectie daarover. Nou, die gelijkheid zou ik er direct afhalen. Omdat de gelijkheid was een thema van de eerste fase van de Koude Oorlogsjaren of wederopbouwjaren, hoe je het ook wilt noemen. Ja. De uniformiteit die hoort bij het productiemodel van dat Keynesianisme, namelijk enorme industriecomplexen. Henry Ford, Gramsci heeft een beroemd stuk geschreven, Amerikanisme en Fordisme, waarin hij uitlegt dat het gestandaardiseerde industriemodel brengt ook een gestandaardiseerde maatschappij met zich mee. Dus je had in het Westen had je bijvoorbeeld de morele herbewapening, waarin de bevolking werd voorgesteld als een soort soldaat die zijn plicht doet. In Amerika was dat ook heel sterk, dat idee van we also serve. En dan zie je een enorme massa fabrieksarbeiders die allemaal militaire groet brengen. Nou, dat was het klimaat van standaardisering, van tamelijk kleurloze, cultureel zeer repressieve verhoudingen, waar in 68, en dan praten we over de eerste naoorlogse generatie, hè, dat was de geboortegolf, waar ik zelf een trotse vertegenwoordiger van ben, die Vlak na de oorlog geboren. Ja, vlak na de oorlog geboren, hadden dus eigenlijk al nooit, hadden alleen maar lotsverbetering meegemaakt, maar onder een, eigenlijk zie je daar het klassieke revolutionaire model, dat de politieke en sociale verhouding als het ware niet meer de werkelijke maatschappelijke krachten, mogelijkheden voor ontplooiing kunnen bieden. Dus men verbrak als het ware de band van de gestandardiseerde naoorlogse verhoudingen. Opeens, je kreeg de popmuziekrevolutie, de flower power. En laten we vooral niet vergeten, de politieke angel van deze beweging was verzet tegen hele reële verschrikkingen op dat moment in de wereld. Wat denk je van de Vietnamoorlog? Mm. Ik heb zelf nog gezien dat de eerste kleurentelevisies die wij hier in Nederland kregen bijvoorbeeld, dat je daarop ook echt het bloed van de Amerikaanse soldaten zag vloeien in het rood. Ja. En dat heeft dus een enorme bijdrage geleverd aan de bewustwording, maar ook de woede die er ontstond. Die hele generatie die zwengte naar links uit anti-Amerikanisme. Vergeet niet. Maar ook tegen de oorlog. Tegen de oorlog, In die tijd was links echt pacifistisch. Dat moet ik nu soms. Nou, niet helemaal pacifistisch. Anti-oorlog. Aan de kant van de Vietnamezen. En wat had dat voor consequenties? Dat wij alle boeken die hier liggen, die zijn allemaal uitgekomen in die jaren. Ja. Namelijk, men zei, ja, hoe kan dat eigenlijk dat wij daar zomaar aan het bombarderen zijn? En zoals ik zeg, het was niet alleen het bloed wat in kleurentelevisie te zien was, maar in die tijd was er nog geen media management. Kijk, als er nu een interventie plaatsvindt in een verafgelegen land, dan zie je een Amerikaanse militair die snoepjes geeft aan een paar kinderen. Ja. Maar in die tijd zag je wat de oorlog werkelijk inhield. En bijvoorbeeld de prachtige film van Ford Coppola, Apocalypse Now, geeft enigszins aan wat je toen op de tv zag. Dag in, dag uit. Hè. Er zijn van die beelden van bruggen in de verte en enorme pluimen. Nou ja, Gaza, wat we nu hebben met 24 uur per dag.
zag Auschwitz op tv. Dus in die zin, dat was een hele belangrijke aanleiding voor mij, de beweging. Voor mij, maar ook de zwarte beweging. Vergeet niet, dat waren de jaren dat Martin Luther King persoonlijk naar het zuiden van Amerika moest reizen. Omdat daar dat meisje wat achter in de bus moest zitten. En die ging gewoon voor in de bus zitten. Nou, de beelden die je daarvan ziet, dat geloof je nog niet. En dat had een culturele schokeffect. Een beroemd moment is bijvoorbeeld dat het John Coltrane kwartet, een van mijn favorieten op de jazz wereld. De John Coltrane kwartet, die normaal eigenlijk via de achteringang moesten komen als ze ergens optraden, werden in de Ed Sullivan Show, wat de meest populaire televisieshow van Amerika was, Coltrane werd daar binnengehaald en die speelde daar Alabama. En dat was een muziekstuk wat hij gecomponeerd had vanwege de verschrikkingen. Ja, de moordpartij die waar was geweest op een aantal jonge zwarte jongens. Dat waren de signalen die als het ware de politieke signatuur bepaalden. In eerste instantie van die mei 68 beweging. Dus het was een culturele revolutie de rijkdom, de vergrote rijkdom die bereikt was in 68 ten opzichte van 1945 en zeker ten opzichte van voor de oorlog, een bepaalde richting gaf voor zover die politiek was, maar die ook maakte dat iedereen dacht, goh, je kan tegenwoordig wel lekker veel krijgen voor een paar gulden. Ja. Dus er ontstond ook een individualisering en de boeken die jij hebt meegebracht zijn, zoals Foucault en zo, die gaan heel sterk over psychologische thema's waar de jeugd van die tijd mee worstelde. Ja, de wil tot weten, l'histoire de la seksualiteit, gaat over seksualiteit en de wil tot weten. En dit is later, maar dat is eigenlijk een belangrijk postmoderne denker die inderdaad in mijn studietijd in de jaren 80 heel belangrijk was. Ja. Baudrillard, Jean Baudrillard gaat, dat boek heet Fatale Strategieën. En dan krijg je eigenlijk na die kritische theorie, die kritisch was ten opzichte van het dominante stelsel, een soort ander soort creatief soort postmodern soort denken. Dat is eigenlijk het verhaal. En daar is onder andere Foucault en Baudrillard spelen daar een belangrijke rol in. Dat Foucault is ook wel bekend door het begrip de microfysica van de macht. Ja. Hè? Dus het ontmaskeren van macht en teksten, et cetera. Ja. Dat is een hele zware, wijsgerige traditie die grote invloed heeft gehad. Er is nog één reflectie die ik ook wil toevoegen daaraan, omdat ik zelf dat gaat eigenlijk over een aantal voorgangers in die tijd van de linkse beweging waar we nu ontzettend mee worstelen. Een van de mensen die jij ook persoonlijk kent, die ik ook persoonlijk kent, is Roel van Duin. Die tot mijn verbijstering eigenlijk zowel in de COVID-crisis als in de Oekraïne-oorlog wat mij betreft langzamerhand aan de verkeerde kant stond, namelijk koos voor de NATO en ook koos voor het repressiemodel. Ja. En ik heb daar toen ook, moet ik je zeggen, een e-mailwisseling met hem over gehad, waarbij hij vond dat ik natuurlijk niet in het coronaprotest had moeten stappen. En toen heb ik hem gevraagd, ook in de e-mail, wat denk je dat op het moment dat COVID had plaatsgevonden in de jaren 60, 70. Hoe de kabouters en de provo's gereageerd zouden hebben. Toch niet zo als jij nu vindt dat we zouden moeten reageren. Nee. En dat is misschien ook wel het symbool. Hij is misschien ook wel het symbool van de verbijsterende failliet van die oorspronkelijk zo idealistische gedachte. He, de manier waarop dat in zijn eigen tegendeel lijkt om te slaan. Ja, maar ook daarmee de enorme verwarring die plaatsvindt. Ja. Op het moment dat een vrijzinnig, progressief, links traditie gebruik gaat maken van repressiemechanismen en daarvoor gaat pleiten. Ja, ja. Maar ja, wat is jouw reflectie? Nou, kijk, je hebt een paar keer al het woord idealistisch gebruikt. Ja. En een van de kenmerken die we vorige keer besproken hebben van het marxisme, is dat daarin idealisme en materialisme bij elkaar komen. Materialisme betekent dus niet dat je allemaal materiële goederen wil hebben, maar dat de
de drijvende kracht in historische ontwikkelingen is de natuur. Ja. Via de economie, via de techniek en ga zo maar door. En tegelijkertijd wordt die gecombineerd met idealisme. Dat wil zeggen, we streven naar vrijheid, we willen gelijkheid, noem alles maar op. De drager van het Marxisme, de sociale kracht die aan het Marxisme zijn relevantie geeft, dat is namelijk niet dat de individuele figuur met een microfoontje hier daar iets over zegt, dat is in de maatschappij de arbeidersbeweging. Als de tussen 1968 en 1975 het proces van deindustrialisering begint, en de eerste lichte industrie zoals textiel en zo, later de scheepsbouw en de staal, beginnen te verplaatsen naar hele andere gebieden, verdwijnt uit jouw maatschappij die dragende kracht. Dus dat idealisme en dat materialisme en dat historisch materialisme in de combinatie dan, dat hangt gaat een beetje in de lucht hangen en wordt een hobby van een aantal individuele intellectuelen. Ja, en de politieke krachten die daarbij horen, die zijn er niet meer. Dus na de oorlog noemen wij wel de PvdA sociaaldemocratie, maar in wezen is het geen sociaaldemocratie. Dan praten we over 1945. Ja, maar tussen 1968 en 1975 komt Nieuw Links. Die maak je zelfs aan een aantal verworvenheden van de PvdA als arbeiderspartij een einde. En vervangen hem door een partij van gestudeerde mensen met een vaag sociaal ideaal. Maar dat wordt steeds minder van toepassing op de concrete maatschappelijke verhoudingen die we hebben. Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat er met name vanaf de jaren 80 eigenlijk, 70 al, ja, door de enorme globalisatie eigenlijk onze industrie in de westerse wereld wordt overgebracht naar lage landen. Ja. En dat er daardoor in zowel in Amerika als in Europa deindustrialisatie plaatsvindt. En dat die industrie wordt gebracht allereerst naar China, maar later natuurlijk ook naar India en andere landen. En dat het dramatische gevolg daarvan is dat je op een bepaald moment je eigen spullen niet meer kan maken. En dat datgene wat wij nu aan hebben, wordt niet door ons meer gemaakt. Maar door in India geproduceerd of in elkaar gezet. En er zijn dan westerse mensen die daar geld op verdienen. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat we op dit moment al op een crisis zitten. Dat men eigenlijk in de westerse wereld steeds meer het idee heeft, wij moeten herindustrialiseren. Maar goed, daar gaan we dan de volgende keer natuurlijk over. Misschien, kijk, dat betekent inderdaad nog even aansluitend bij die traditionele sociaaldemocratie ten opzichte van mei 68, wat in feite een vernieuwingsbeweging is die gedragen wordt door studenten, kunstenaars ook, hè, de nieuwe kunstwereld. En laten we zeggen, het geavanceerde deel van de middenklasse, de hoger opgeleide, gedeeltelijk hoger opgeleide idealistische mens. En dat komt voor een deel inderdaad doordat die traditionele arbeider is verdwenen. Want dat is gewoon verplaatst naar China, India, et cetera. Ja. Vandaar ook, kijk, wat zo belangrijk is aan dit boek, aan Horkheim en aan Adorno, maar ook aan Herbert Marcuse, die ook onderdeel was van die beroemde Frankfurter Schule, is dat zij allemaal in ballingschap, vanwege hun Joodse afkomst en of hun linkse politieke signatuur, moesten zij in ballingschap in hoofdzakelijk Amerika. En vooral in Californië, al is in New York ook een soort Frankfurter Schule, de New School of Social Research opgericht. Maar dat was niet zo'n succes. Wat die mensen terugbrachten en wat ze daar vaststelden, was van wat hebben we hier voor een oppervlakkige maatschappij. Mensen laten zich afkopen met van alles, met speelgoedjes en zo, die een serieus cultuurmens niet in overweging. En zij kwamen, Adorno was bijvoorbeeld een enorme muziekkenner en zo. En dan natuurlijk niet van de popmuziek, maar van de klassieke muziek. En die kwam daar in Amerika, in een wereld die helemaal rond het theater en rond goedkoop amusement was georganiseerd. Dus zij kwamen tot de conclusie van die arbeider waar wij onze hoop op hadden gevestigd, die is er helemaal niet meer. Dus een van de beroemde boeken van Marcuse is De Eendimensionale Mens.
mens. Ja. Namelijk een mens die alleen nog geïnteresseerd is in consumptie. Ja. En verder eigenlijk geen werkelijk wezen meer heeft. En helemaal geen historische bestemming en noem alles maar op. En in dit boek leggen zij uit dat de technische vooruitgang, die leidt er, en dat is heel actueel vandaag de dag, de technische vooruitgang leidt er eigenlijk alleen maar toe dat de middelen om de repressie in te stellen steeds makkelijker worden. En de heersende klasse is natuurlijk altijd eerder bij de repressiemiddelen dan de bevolking om er een bevrijdingsmiddel van te maken. Ja, we gaan tot slot gaan we nog één onderwerp behandelen. En dat is het einde van de Koude Oorlog en het einde van de Sovjet-Unie. Ja. Je moet het voorstellen, we hadden een Koude Oorlog tussen 1945 en 1989. Toen kwam Gorbatsjov in de Sovjet-Unie. Die kwam uit het apparaat vol, maar dat was toch een idealistische, socialistisch denkende man. En die dacht, we kunnen perestroika tot stand brengen. De hervorming betekent dat. We kunnen glasnost, de nieuwe openheid, tot stand brengen. En we kunnen vrede sluiten met het Westen, waardoor Rusland en de Sovjet-Unie eigenlijk de plaats kan nemen waar ze eigenlijk hoort, namelijk in de grote Europese traditie. Ja. Dat leidde in 1989 tot de val van de muur. Het leidde ook tot vredesprocessen. Maar er gebeurde daarachter zijn rug gebeurde wat anders. Namelijk kwamen allerlei nationalistische bewegingen op. Die leidden tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En tenslotte de val van het communisme. Ja. Jouw reflectie daar nog op. Nou, zoals ik al eerder zei, de Europese traditie, Lukács, Luxemburg, Gramsci en nog een aantal, ja. Die was geconcentreerd op het idee van het bewustzijn. En die was anders, die had een hele andere insteek dan dat idee van de partij van beroepsrevolutionairen met zijn dictatoriale uitwassen. Ja. En inderdaad is het zo, zoals je al zei, dat Gorbatsjov een product was van het partijapparaat. Ja. Maar dat was voor hem ook al geweest Nikita Khrushchev. Die eigenlijk als je gaat, die dus in 1953 na de dood van Stalin zich langzaam naar de top werkte. En zo van 1956 tot 1964 secretaris-generaal van de partij en leider van de staat is. Ja. Hij heeft eigenlijk veel meer bereikt in specifieke Sovjet-zin. De muziek van Shostakovich, in de ontwikkeling in de filmen, noem alles maar op. Ja, eigenlijk was dat binnen de Sovjet-Unie, als je die Stalin-periode als een donkere repressietijd neemt, was Khrushchev die periode die je schetst eigenlijk een soort verlichtingstijd binnen het Sovjet-systeem. Ja, ja, op basis moeten we wel vaststellen van de op zo tragische en pijnlijke wijze bereikte industrialisatie onder Stalin. Ja. Dus ook daar zit eigenlijk altijd weer datzelfde model. Ja. Het is ontberingen met opbouw en dan een periode waarin je de vruchten kan plukken. Ja. Daarna krijg je, het is wel interessant dat je dat erbij haalt, want je krijgt tussen 1964 en 1986, met name de Brezhnev-periode, wat een periode is van stabilisatie in de Sovjet-Unie. Ja, stagnatie noemen ze het daar. Ja, oké, maar dan krijg je een nieuwe verlichter, dat is toch wel een verlichter, die inderdaad uit het partijapparaat en de communistische partij voortkomt, Gorbatsjov, die in 1985 de macht krijgt en tussen 85 en 91 de hele samenleving opent. Maar ja, dat leidt ook tenslotte tot de ondergang van de Sovjet-Unie en het communisme. Ja, en precies. En de poging die is kijk, nou, je hebt mei 68, dat is de explosie van de jeugdbeweging, arbeiders en studenten. Augustus 1968 is de onderdrukking van de Praagse lente. Dat wil zeggen, Tsjechoslowakije zocht men naar meer moderne, aangepaste vormen van socialisme. Daar was ook terugkeer naar de markt bij, hoor. Laten we niet onderschatten wat een gevarieerd palet dat was. Na de onderdrukking van die beweging
En het verwijderen van Dubček en andere leiders. Ging men spreken over het reëel bestaande socialisme. Namelijk het socialisme wat geen utopie meer was, maar wat een beetje de teleurstelling in de praktijk was. En dat wil zeggen, en dat is belangrijk, dat er na 68 het Sovjet-socialisme, wat in mei 68 ook helemaal niet populair was. Het was dit marxisme wat toen in omloop kwam. Het Sovjet-socialisme is daarna niet meer als linkse kracht, in de koloniën. Angola, noem alles maar op. Maar in de Europese en Amerikaanse maatschappij is dat niet meer als linkse kracht geïdentificeerd. En toen heb je in de communistische partijen in Europa, met name in Italië en in mindere mate in Frankrijk, nog ten tijde van Franco, heb je het eurocommunisme gekregen. En dat was een herleving van een, zij het zeer onuitgewerkt en ook door apparaten uitgevoerd die daar niet echt geschikt voor waren en helemaal geen feeling voor hadden. Een uitwerking van dat oorspronkelijke Europese marxisme geweest. Maar dat was uiteindelijk machteloos en is met name in Italië door strategie van de spanning geslaagd. Nog even de reflectie, want daar sluiten we het nou mee af. De val van de Sovjet-Unie, de val van het communisme in, althans, de Sovjet-Unie. Bedoel, China is nog weer een ander verhaal. Ja. Want daar beginnen we de volgende aflevering beginnen we in 91. Misschien wil je tenslotte tot afsluiting daar toch nog wat over zeggen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat toen in 91 in elkaar donderde, toen was er al 20, 30 jaar lang een trend bijvoorbeeld dat de Sovjet-Unie Amerikaanse managementliteratuur introduceerde. Dus er was al een sluipend proces, bijvoorbeeld om autonomie aan bedrijven te geven en het maken van winst als criterium voor economisch succes, in plaats van sociale indicatoren, dat je zegt we slagen erin om dit of dat product op de markt te brengen. Daarbij werd de Sovjet-Unie gedwongen tot een wapenwetloop. Kortom, allemaal dingen die maakten dat die maatschappij, naar mijn waarneming, voor praktisch niemand nog een inspiratiebron was. En ook voor de mensen in dat land zelf niet. Die zeker niet voor de, de Amerikanen waren toen al bezig om niet alleen in Afghanistan, maar ook in de randrepublieken infiltranten binnen te brengen, immigranten, zoals men nu met de Oeigoeren en dergelijke probeert die landen te destabiliseren. Dus wat dat betreft is het idee dat in 91 iets heel specifiek links ten onder ging, zou ik zelf nooit voor mijn rekening durven nemen. Want dat linkse was er in 1968 eigenlijk al uitgeknald in Praag. Dus dat is het ambivalente van die laatste jaren. Het is wel zo dat de hele wereld naar de Sovjet-Unie keek, zeker vanuit onze gegoede maatschappij, als een stagnerende, repressieve maatschappij waar steeds dan kwam weer de gitarist Wolf Biermann de grens over die het land uitgeflikkerd was. Dan kwam Solzhenitsyn weer, een van hun grootste schrijvers. Dus die maatschappij die kwam zo slecht in beeld en was zich zo weinig bewust van de verantwoordelijkheid om dat oude linkse ideaal en dat ongelooflijke experiment wat zij in wezen achter de rug hadden in ere te houden, dat je mag zeggen van ze dragen toch ook wel een hele zware verantwoordelijkheid voor de ondergang van links. Oké, we sluiten het hierbij af. Deel 3 beginnen we in 1991 en dan gaan we de enorme ontwikkelingen van de recente geschiedenis en de enorme paradoxale gezichten gaan behandelen. Ja. Tot zover sluiten we het af. Ja. Dank Kees. Oké, dankjewel.